We hebben beslist, samen met de Vleugels en met de Pro League, dat vrouwenvoetbal en de ontwikkeling van vrouwenvoetbal voor ons een absolute prioriteit is naar de toekomst toe. Laat ook duidelijk zien dat er veel interesse is in de ontwikkeling van een sport die een tandje mag bijsteken nu om de achterstand ten opzichte van het buitenland, want die zijn we toch wel aan het oplopen, om die in te halen en om een belangrijke rol te spelen in dit vrouwenvoetbal. En vrouwenvoetbal is zo'n mooi sport, heeft zoveel moois te bieden. I mean, it's been pretty amazing, the whole setup, the excitement, the people that are here. I think you had around 500 guests, and the plan itself is really, really impressive. And I really, it makes me really confident actually of what the Belgium FA would like to achieve. Ik moet zeggen dat ik vandaag een aantal kippenvelmomenten heb beleefd, omdat ik zelf even in mijn vel heb moeten knijpen wat ik allemaal gehoord heb. Ja, om het in levende lijven te mogen meemaken, ja, is ongezien, denk ik, in België, maar ik denk ook ver buiten onze grenzen. Ik denk dat de mensen van UEFA, FIFA dat alleen maar zullen gaan beamen. We zijn heel wat te weten gekomen, vooral uit verschillende invalshoeken. Nieuwe sponsors erbij, wedstrijden op tv. We kunnen alleen maar blij zijn, maar ik denk dat ja, voor onszelf dat wij gewoon moeten verder doen en we bezig zijn. Begin met Engeland en dan Kroatië en hopelijk nog meer harten veroveren van de mensen die achter ons komen te staan, achter Belgisch vrouwenvoetbal. En ja, ik denk dat sportieve prestaties nog altijd het beste antwoord zijn op alle steun dat we krijgen. I guess I could try hypnotherapy.